zijn op Culitop 2015. Daar komt de Kaspijkers Academie samen met de Haute Cuisine van Nederland. En dat betekent smikkelen en smullen van het lekkerste eten van Nederland. Culitop 2015, Kaspijkers Academie is er ook aanwezig. Wat doet de Kaspijkers Academie hier vandaag? Ja, de Kaspijkers Academie volgt de Culitop, waarvan ze dus heel veel leveranciers aan het woord laten zien wat ze kunnen, wat de presentatie is, wat de kwaliteit is. Dit is niet alleen dus voor de leerlingen, maar het is ook bedoeld als een demonstratie, als een stuk lesgeven van hoe pak je zo'n object beet. Maar dat is een combinatie van, je krijgt dus ook mensen van buitenaf die kunnen zien wat hier gepresenteerd wordt. En daarnaast gaat u natuurlijk op zoek naar nieuwe talenten. Ja, we hebben dus natuurlijk voor de Kaspijkers Academie, die moet natuurlijk weer nieuwe leerlingen hebben. Hiervoor hebben wij dus een kookwedstrijd dus uitgedokterd. Maar ook dus een casting waarvoor de jongens... Ja, geselecteerd worden of ze voldoende niveau hebben om met de Kaspijkers Academie mee te doen. Voor wie is deze dag nou het meest? Voor het publiek of toch voor de liefhebbers van het koken zelf? Ik denk dat het publiek hier natuurlijk toch van ziet wat de jongens hier doen. Wat de kwaliteiten zijn, wat er allemaal in de markt ligt. Maar ook dat het vak op deze manier op een hele mooie manier naar buiten gebracht wordt. En dat dat goed is voor het horecavak, hè, voor de koks, voor wat we doen. En als mensen gewoon hongerig zijn en lekker komen eten, is dat ook goed? Dat hoort er allemaal bij. Dat is ook een deel van ons vak. Zit u nu even te kijken bij de academie? Komt u daar specifiek voor? Nee, eigenlijk gewoon naar aanleiding van de publicatie. Ik ben gewoon een enthousiaste thuiskok. U kijkt het even af van de meesters? Juist. Ik leuk te zien. En, de Kaspijkers Academie is natuurlijk wel bekend. Ik vond het leuk om het een keer mee te maken hier. Heeft u nou ook wat geproefd al? Ja, oesters. En? Verrukkelijk. Goed, lekker naar de koks kijken vandaag? Ja, zeker. Waarom? Nou, gewoon interessant. Mooi. Vindt het mooi om te zien? Ja, zeker. Ja. Probeert u nou ook nog een beetje af te kijken voor thuis? Ja, zeker wel. Daar kom ik voor, hè. Ja. En heeft u al wat geproefd? Ja, buiten. Wat vond u het lekkerst? Nou, ik heb oesters geprobeerd. En ik probeer het al zo vaak, maar
Ik krijg ze niet weg. En waarom niet? Maar ik probeer het wel. Waarom krijg je ze niet weg? Ja, ik vind ze gewoon niet lekker. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Ik heb het wel geprobeerd. Zo is het. Toen bent u daarna snel naar binnen gekropen om het af te kijken van de sterkel. Juist, ja. Ik vind het knap van die jongens. Echt heel knap. Ja. En moet u nou vanavond nog zelf koken thuis? Nou, als het goed is niet. Het hier kunnen zat en de geur alleen al, hè, is heerlijk. Ja. Ik heb hier een papillonnetje in het Frans vlinder. Mm-hmm. Nou zeg ik altijd, daar moet je flink wat wijn op hebben, we hier een vlinder in zien. Maar dat lukt uiteindelijk wel. Het is een heel klein oestertje. De meeste van ons komen uit Normandië en Bretagne. En met een vrij stevige smaak, een beetje ziltig. En al deze oesters naast elkaar, die ligt, die hebben hun eigen identiteit. Zo'n oester filtert 20 liter water elke 3 minuten. Door algen, mineralen in het water wordt zijn eigen identiteit. Daar komt de smaak vandaan. Er kan er eentje heel zoet smaken. Deze is heel romig. Terwijl die dan heel ziltig is. Dus ik weet niet of je wilt proberen. Nou ja, lijkt me wel. Maar je mag er voor mij geen citroen op doen en geen peper. Dat doet iedereen wel. Maar het gaat erom dat... Ze liggen er wel, hè? Citroentjes. Ja, voor de amateurs is dat... Ik heb ze nog nooit op. Dan moet ik dan... Dit is de eerste en het is een heel mooi kleintje. Vier keer kouwen, heel belangrijk. 4 keer? Ja, anders gaat hij niet dood. Nou. Helemaal goed. Ik moet hem in 1 keer achterover gooien. Nee, kouwen. Niet ja, slikken. Ja, maar wel in 1 keer in mijn ja, mond, toch? Ja, dat wel. En niet schelpje, alleen twist. Uitlossen. Ja, maar dat is lekker. En gezond. Het is wel lekker. Het is helemaal niet slijmerig. Maar het is geen kroket. Nee, gelukkig niet. maar het is wel goedkoper als een kroket. Nou, ja, dan, 40 cent. Dan weet ik het wel voortaan. Ja. Nou, veel plezier. En je kunt er ondeugend van worden, hè? Ja, is dat zo? Na 2 pas. Ja. Smaakt het een beetje allemaal? Ja, prima. Ja. Waar bent u nou het meest van onder indruk nu toe? Nou, de setting. Mooi, leuk. Eten is lekker, drinken is lekker. Ja. Lekker proeven en beleven vandaag. Leuke studenten, doen het allemaal hartstikke goed. Ja. Dat was waar u voor kwam of was het om het eten van uw vrouw te ontwijken? Nee, dat was waar ik voor kwam. Ja. Toch wel. Ja. Veilig antwoord. Ja. En bij u smaakt het allemaal een beetje? Ik heb nog niks gehad, ik ben net binnen. Oh jee. Dankjewel, dus ik ga het zo proeven. U gaat alles langs? Ik ga wel alles zien, ja. Of is er iets waarvoor u zegt, daar kom ik voor? Nee, nog niet speciaal. Niet speciaal, maar dat gaan we zo zien. Ik zei net tegen hem, komt u nou voor het eten of komt u om het eten van uw vrouw te ontwijken? Dan kan ik aan jou hetzelfde vragen. Nee, ik kom wel voor het eten. Mijn vrouw kan heel goed koken, maar ik kom wel hier om wat mooie, lekkere nieuwe dingetjes te proeven. Dus we gaan ons laten verrassen. Wat maakt u? Ik maak de ribeye. En dat is? Vars ribeye. Dat is, komt uit de rug. En dat uit Limburg. Nu op de Green Egg. Krijgt een lekkere robuuste rooksmaak eraan. En ja, met een lekkere aardappelsalade en groene salade. Perfect. Ja, perfect. Voor dit weer, met het barbecue, best wat er is. Hoe smaakt het? Super. Ja, ja lekker. Heel aparte rooksmaak. Volgens mij is van die krienaak. Lekker. Smakelijk nog, hè? Oh, dankjewel. En sterkte morgen thuis. Ja, dank je. Nou, het ziet er heerlijk uit. Ik zou zeggen, tijd voor pizza, maar het is iets anders, geloof ik. Nee, het zijn vlamkoeken. Vlamkoeken komen uit de Elzas, uit Duitsland. En dit is dan de klassieke vorm. Dit is met rode ui, Münster, spek en daarbij lekkere bosuitjes. En vlamkoeken, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Een soort pannenkoek of zo? Dat is een hele dunne bodem. Dat wordt gemaakt uit de Elzas met graan, bloem en olie.
wordt heel kort gebakken en dat krijgen wij dan zo zonder conserveringsmiddelen aangeleverd hier in Nederland. Door Vlamkoeken NL. En daar wordt dan zuurroom crème fraîche opgesmeerd. Nou, de inhoud die ik net zei, en er wordt dan kort 3 minuten gebakken in een pizza oven die je achter ziet. En dan wordt dat geserveerd. Ik ben benieuwd, moet ik zeggen. Nou, proeven dan maar. Ja. Is lekkerder dan pizza. Top, dankjewel. Nou, jullie koken hier wel op een heel uitzonderlijke manier. Ja, 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 dit is eigenlijk een zeer antieke manier van keuken koken. Je ziet dat ontstaan is natuurlijk in het verleden al dat alle soldaten ook moesten voorzien worden van eten. En dit is een voorbeeld hoe dat in het verleden ging. Dus houtjes hakken en vuurstoken. Ja, dat moest allemaal in die tijd zo gebeuren. Dit is een keuken uit 1944. Hij komt uit Zweden oorspronkelijk. En hij is een aantal jaren geleden hier naartoe gekomen omdat hij daar natuurlijk niet meer gebruikt werd. Alles gaat over naar de modernere technieken. Maar dit is nog een kachel, zoals de keukenmensen zeggen, een kachel die helemaal hout gestoken is. Het is gewoon allemaal met houtjes erin. Dus ook hout hakken. En dan wordt het vuurtje opgestookt. Dat kan je dan nog een beetje regelen. Ja, en dan kan je van alles en nog wat op koken. Het ruikt ook lekker, hè? Het ruikt lekker, want er kan van alles. Hier zie je dus pfannkoeken op, maar je kan er ook vlees op bakken. Of hamburgers, of worstjes, of soep, of aardappels. In het verleden ging het dus vooral met grote bakken. Nou, die zie je hier ook. Zo'n grote bak waar de soep in klaargemaakt werd. Ik zie Japans en asperges, maar ik had die combinatie nog nooit gemaakt. Nee, maar ik ben ook heel goed gesminkt, zie je dat? We doen echt de Japanse invloeden. Dus het is de combinatie van Japanse ingrediënten met een beetje een Hollandse touch, zeg maar. En waar komt dat dan ergens in het midden uit? Ah, hier op de Kaspijkers Academie. Het smaakt heerlijk. Het vlees en de asperges echt heel erg lekker. En proeft het ook een beetje Japans? Ik denk dat het echt een goede mix is. Het is ik heb vooral veel Nederlands kranten doorheen. Het is echt, echt top. Heerlijk. Dan heb ik van al het eten hier heb ik toch wel een beetje dorst gekregen. Ik moet het mok een beetje wegspoelen, maar ik denk als ik daar zeg dat ik hem nou niet meer krijg. Of wel? Dat klinkt een beetje oneerbiedig, ja. Wat is het? Dus dit is de basis is rosé uit de Provence, maar dat is, dit is een beetje de hit van Saint-Tropez. Dit wordt aangemengd met water, maar erin zit een poeder van grapefruit, waardoor het heel fris wordt, waardoor je ook het alcoholpercentage van normaal 12,5% terugbrengt tot 8%. En het is super doordringbaar en feesten maar. Dit is wat iedereen deze zomer moet gaan drinken? Ja, zeker weten. Proost. Ja. Dit is lekker hoor. Dit is lekker. Moet je mij niet vertellen? Ik neem hem mee. Goed, tot ziens. Nou heren, mijn buik zit bijna vol, maar ik zou nog wel een toetje lusten. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En zeker als je deze lekkernijen ziet, dan ben je snel verleid, toch? Ja, nou, de chocola is altijd goed bij mij, maar wat zie ik allemaal? We hebben hier de overheerlijke chocoladekoekjes met stukjes echte chocolade en walnootjes. En dit zijn krokante koekjes met witte chocolade. En dit is een minder gekend koekje, maar dat is wel echt onwijs lekker. En dan hebben we hier de handgemaakte bonbons. Ik probeer een beetje bij de bonbons het decor, zeg maar, verklap wat erin zit. Dus ik kom uit de patisseriewereld en dat is dat mooi, hè? Dat je dan een taartje hebt. Nou, dat heb ik ook proberen te doen bij de bonbons. Dan hebben we framboos, kokos, pindakaramel met een beetje zeezout en vanille. En dit is dan de vanille met een beetje koffie, tiramisu ook wel. En dan de gezouten karamel. En hier hebben we twee varianten van de hazelnoot. Ik ga voor de meest aparte en ik laat me leiden door jou. Dan zou ik toch zeggen van de framboos. De framboos. Ja. Nou, let je op, Toon.
mijn buik zit vol. Bijna. Dit was Culitop 2015. Tot 2016 zou ik zeggen.